Grote schok in België. Viroloog Mark van Rand is ondergedoken na een ernstige dreiging door een voortvluchtige militair. En ook in ons land worden politici, OMT-leden en virologen vrijwel dagelijks bedreigd, onder andere via social media. En ook zijn de afgelopen tijd al verschillende aanslagen gepleegd op teststraten in Nederland. En we gaan nu verder praten met Ab Osterhaus, de bekendste viroloog van Nederland. Ab, jij kent Mark van Rans natuurlijk. Ben je geschrokken van het nieuws? Ja, het is een goede collega. En hij is natuurlijk heel veel in het nieuws geweest in België. En wat hier gebeurt is natuurlijk buiten alle proporties. Ja, daar ben ik wel van geschrokken. Heb je contact met hem gehad? Nee, want hij is in isolatie. Dus hij is helemaal van de bodem verdwenen op het ogenblik. En ik heb hem wel een sms'je gestuurd. Ja, vanuit een bepaalde hoek, hè. Veel kritiek op bekende virologen. Ja, nou ja, jij bent zo'n beetje de bekendste in Nederland. Je werkt in Duitsland. Dit heb je niet meegemaakt, maar heb je wel andere bedreigingen meegemaakt? Nou, bij mij is dat beperkt, omdat ik überhaupt niet op sociale media ben. Daar blijf ik niet. Er gaat wel het een en ander rond en er gebeurt af en toe wel eens wat. Maar bij mij is het in beperkte mate. Maar ook als je naar andere virologen in Nederland kijkt, mensen die in talkshows komen, die hebben hier inderdaad ook sterk mee te maken. Maar de proporties die het nu in België aanneemt, dat is natuurlijk van een heel andere categorie. Ja, je hebt wel iets meegemaakt, maar dat wil je liever niet vertellen, hè? Wat voor manier dat precies gebeurd is. Waarom wil je dat niet vertellen? Nou, ik ben sowieso niet op sociale media, dus direct word ik nauwelijks geconfronteerd. En als er wat speelt, dan neem ik direct contact op met de politie en die reageren goed. Ja. Hebben bedreigingen van jou ook invloed op de manier waarop jij in een talkshow zit of hoe je dan praat als je aan tafel zit? Nee hoor, helemaal niet. Ik denk dat als je je daardoor laat beïnvloeden, dat je dan niet op talkshows moet verschijnen. Het is natuurlijk een verschrikkelijk verschijnsel. Zeker als we dat nu naar aanleiding van wat er in België gebeurt bekijken. Het is natuurlijk een extreme uitwas. Maar het geeft wel aan hoe hier de democratische regels met voeten getreden worden. Dus ik denk dat dit te gek is en dat het ook aangeeft dat allerlei mensen die zich op dit vlak begeven, dat die zich eens achter de oren moeten krabben en moeten bedenken dat dit echt niet kan. Maar nogmaals, dit is natuurlijk Wat hier in België gebeurt, is buiten alle proporties natuurlijk. Maar ik denk alle aanleidingen of alle bewegingen in die richting, dus verkapte bedreigingen, wat er allemaal speelt. Nou, we hebben dat natuurlijk uitgebreid gehoord ook van collega's. Ik denk dat dat uit een boze is. Ik denk dat als je deskundigen vraagt om hun mening, ja, en die geven hun mening, dan moet je dat accepteren. Je hoeft er helemaal niet mee eens te zijn. Maar dit soort zaken, bedreigingen en alles wat daar meer speelt, dat kan natuurlijk absoluut niet. We hebben je collega Marion Koopmans, ook een bekende viroloog, om een reactie gevraagd. Ze zegt: absoluut onacceptabel en zorgwekkend. Het past in het beeld van toenemende bedreigingen van mensen die publiekelijk zichtbaar zijn. Dat kan niet. Kritiek is goed, discussie is goed, maar geweld vind ik onder geen enkele voorwaarde te accepteren. Het zijn niet alleen social media bedreigingen, maar er zijn ook al gewoon aanslagen gepleegd op teststraten. Ik meen Den Helder. Boven Karspol, nou, we hebben natuurlijk wel brandstichtingen en dat soort dingen gehad. Dus in sommige situaties gaan mensen ook over tot actie. Ja, kijk, mensen gaan vaker over tot actie. Dingen zijn soms absoluut onacceptabel. Ik ben het absoluut eens met de woorden van Marion Koopmans. Kijk, er zijn democratische spelregels, daar heb je je aan te houden. En als je dat niet wilt, ja, dan onttrek je je aan de democratie in feite. Dus ik denk dat we in Nederland een goed functionerend proces van deskundigen die adviseren. En daar hoef je het niet altijd mee eens te zijn. Ik ben het ook niet met alles eens altijd. En dat kun je naar buiten brengen. Maar om daar geweld te gaan gebruiken, om je punt door te zetten of af te dwingen, nou, ik denk dat dat absoluut onacceptabel is. Nee, we hebben ook nog bij een vaccinatielocatie in Amsterdam, in Zuidoost, waar ook toevallig een demonstratie was, waar mensen die een vaccin wilden gaan halen, lasten werden gevallen. Ook dat soort situaties komen voor. Ja, ik heb daar geen woorden voor. Nogmaals, zoals Marion Koopmans het uitdrukt, daar ben ik het helemaal mee eens. Er zijn spelregels en daar hebben we ons aan te houden. En ik denk dat op het moment dat je echt gebruik gaat maken van geweld of geweldmatige bedreiging, ik denk dat kan helemaal niet. En dat zou ertoe kunnen leiden dat mensen niet meer durven te zeggen wat ze eigenlijk moeten zeggen om bij te dragen aan de, in ons geval hier, aan de bestrijding van COVID. En ik denk als dat niet meer kan,
dan krijg je dus ook niet de juiste informatie naar het publiek toe. En ik denk dat dat absoluut uit den boze is. Ik denk dat we, kijk, iedereen mag zeggen wat hij wil op een gegeven moment binnen het redelijke. Maar op het moment dat dat gaat leiden tot bedreiging en mensen daardoor terughoudend worden, deskundigen daardoor terughoudend worden om hun mening te geven. Ik denk dat we dan absoluut op de verkeerde weg zijn. En dat schade doet aan het hele proces. Nog even afgezien van het feit dat het in een democratie natuurlijk absoluut onacceptabel is. Ja, die situatie met Mark van Rans heeft nog tot een hele discussie op Twitter geleid. Onder andere met ons gezicht van de tegenstand tegen alle vaccinatie en virus. Maatregelen is natuurlijk Willem Engel. En die schreef op Twitter dat Van Rans het zelf zo bont heeft gemaakt. En daar heeft Van Rans ook boos op gereageerd. Wanneer we ooit geconfronteerd worden met een salsa-pandemie, ik ga met veel plezier luisteren naar wat jij als dansleraar te zeggen hebt. Echter, op dit moment geef ik geen flying fuck om wat je uitkraamt. En Nederland zou dat best ook niet doen. Wat je hier krijgt, Ab, is dat mensen als Willem Engel, die zouden eigenlijk gewoon moeten zeggen van elke vorm van geweld, niks mee te maken hebben. Het gaat om de inhoud. Die bevestigen van zo iemand als Van Rans, die maakt het bont en dan krijg je dit. Een beetje actie-reactie. Dat is natuurlijk best een enge situatie als mensen uit die groep daar begrip voor gaan tonen. Ja, ik denk dat dat absoluut uit hun boze is. En ik vind dat mensen, kijk, iedereen in ons land mag zeggen wat hij wil. Ja, binnen het redelijke mag hij zeggen wat hij wil. En ik denk dat als mensen dit niet verwerpen, we hebben gezien waarvan hier sprake is. Nou, als mensen dit niet verwerpen, dan zijn ze geen gesprekspartner meer. Dan moeten ze hun mond houden en dan doen ze niet meer mee, vind ik. Ab Osterhaus, dankjewel voor jouw commentaar en succes met jou en met je werkzaamheden. Vond jij dit nou een leuke video? Maak dat duimpje blauw, abonneer op het kanaal van de Telegraaf. En we maken nog veel meer op de website van de Telegraaf. Wil jij daar meer van zien? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Daar. En dan komt het helemaal goed. Hoi.